Verwijder de buitenste rokken van de ui door eerst het kopje eraf te halen en hem dan door midden te snijden. Nu kun je de buitenste rok er makkelijk afhalen. Zorg dat je rustig snijdt en niet duwt. Dan komt er namelijk zo min mogelijk vocht uit de ui, dat ervoor zorgt dat je ogen gaan tranen. Leg de ui met het uiteinde van je af op de snijplank. Voor je gaat snijden, zorg je ervoor dat je hand een klauw vormt boven de ui, zodat je niet in je vingers kunt snijden. Maak nu een aantal inkepingen in het midden van de ui en een insnede overdwars en snipper hem dan verder fijn. Zo blijft de ui mooi aan het uiteinde vastzitten en valt hij niet uit elkaar. Het laatste stukje kun je fijn snijden of als smaakmaker in de soep gebruiken.